Ja, en dan kunnen ze gillen gaan uppen daar. Hallo! De Boerkes zijn een gevestigde waarde in Halle en zij zijn nog volop aan het werk. Erik, wat zijn jullie aan het uitbeelden? Wij beelden kremmetjes uit. Dat ze zeggen. Hè. Gezegend wel. Verschillende soorten, modellen. Ik zou zeggen kleuren, maar ja, die moet er dan nog opkomen. Hè. Dus, maar, enfin, ja, gezegend wel. Hè. Is dat de lokroep van de zomer? Niet speciaal, nee. Want we zaten daar al met dat gedacht van een stukje voor de zomer. Ja. Ja. En hoe zijn jullie erop gekomen? Ja, dat was vorig jaar mijn carnavalitis bij de flup. En bij de flup hangen allemaal zo van die maaiplaten zo. Ja. En daar stond zo een tekeningsknop op mij, kremmetje en een oude camionet. En zo is dat dan beginnen werken. Ja, ja. Patje, want jullie gaan heel anders te werk. Jullie gaan veel groter te werk dan vroeger, hè? Ja, het is wel wat groot, ja. Dat is niet lekker als vorig jaar was, maar één stuk en nu zijn er twee. Ja. Maar ik bedoel, het zijn grotere figuren, grotere vormen? Ja, grotere vormen, ja. Van waar die verandering? Ja, dat zou je moeten vragen aan de charmister van achter. Ja. Maar jullie doen wat hij vraagt? Ja, ja, ja. Hij ontwerpt en wij voeren uit. Patje, je bent zelf gepensioneerd. Kom je de hele dag hier naar de char? Als ik mag van mijn vrouw. Ja. Maar ik moet ook zien dat ik thuis mijn werk ook doe. Hè. Ja. Want anders is ons Rooske niet content. Hè. Liggen de briefjes klaar? De wat? De briefjes met de commisjes? Ja, 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 ja. En patatenskuilen en dat. Ja. En af en toe een keer eten maken. Ja. Maar je zult toch blij zijn van een keer naar hier te komen, hè? Ja, ik ben blij. Anders zouden dat allemaal niet doen. Patje, hoe lang ben je er zelf al mee bezig? Hoe dan? In het carnaval? Van 78. Ja. Dus dat is wel een schoen in tijd, hè? Ja, inderdaad. Erik, met hoeveel zijn jullie? Wij zijn met 31, maar 32 in feite, want er is iemand in blijde verwachting. Dat is goed nieuws, hè? Ja, moet er nog geen kostuum van maken, dus dat is maar 31. Hè. En nog geen plaatsje voorzien op de char ook? Nee, dat doe ik nog niet. Nee, dat doe ik nog niet. Nee. Hoe jong is de jongste? 3 jaar. Ja, ja, 3 jaar. Oké. Erik, ik ga u een lastige vraag stellen. Ah, ja, ja. De lastige vraag. Isomo of B? Eén van de twee of alle twee? Je mag kiezen of een joker inzetten. Een joker. En waarom? Wat is al het weer plezant, hè? Ja. Ja. Patje, ik weet dat je niet wilt dat ik dat in vroeg stel, maar eigenlijk vroeg ik me af, is dat bij jou nog het geval, de leegde bedrijven? Wat zeg je dit persoon? Ja, ik huur niet goed, ik heb het apparaat niet aan. Of dat je met Ruiske gezegd, je moet van alles doen voor jou, maar je moet dat toch een keer vastpakken. Jojojojo, dat mag, dat mag. Dat mag, jojojojo. Hoe krupte ga je naar bed, Noedra, door een carnaval? Ik zet maar hier snijden die kruip erin. Meu, voldaan? Dikkes voldaan. En content dat dat thuis is. Maar direct een oepazen, maar niet hoe wij er beginnen. Is het echt? Ja, 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 ja. Al direct plannen maken voor de volgende? Ja, 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 ja. Patje, hij gaat een keer rijden als je zat wordt? Wat? Je doen? Je vrijen? Je rijden? Nee, Sonja, dat doe ik niet. Als ik die sluiters in mijn zak zitten heb, of als ze op café zitten, die zal ik 0-0 drinken. Ja. En wat doe je als er mensen zijn die niet komen helpen naar de char? Hoe gaat het daarmee om? Dat is wel een probleem, hè. Ze niet komen. Ze krijgen niet onder hun voeten? Nee. Dat is nieuw ma, hè. Ja. Dus Erik, hoe ga jij ermee om als ze niet komen helpen? Ja, je moet ook altijd zien de situatie thuis. Hè. Ja, hè. Het is niet omdat wij hier iedere dag zijn dat alle man kan komen, hè. Ja, gezinssituaties, werksituaties, ja, dat, hè. Ja. Voilà. Okay. Heren, ik wens jullie een hele goede carnaval toe, samen met de Boerkes. Dank u wel. Patje, ga wil nog iets zeggen. Sonja, ik heb een vraagje aan u. Ja. Hoe komt dat? Heb jij problemen thuis? Nee, het is de Sonny dat hij vroegen opgesteld heeft, hè. Ja, omdat jij in iedereen aan gaat vraagt hoe is het met de seks. Ah ja, Sonny, dan weet dat jij er van alle mannen. Ah, dat zal ik tegen de... Moet het op hem steken? Ja, ik zal vrijdag met de verbranding proberen. Zoeterdag. Ja, ik was verkeerd. Ah, wel, doe tja.
Oké, dank je. Maar zet dat erop zo, hè. Ja. Ja. Dat is een lange reis, inderdaad. Ja. Oh.